Ja, overdoen en opnieuw. Ja. We doen het over. Maar wil je nog uitspelen? Fuck die shit. Weet je, anders kan ik als enige van jongens niet zeggen ik heb een spel uitgespeeld. Ik zal lullen. Ja. Hoe lang moet je nog? Ik ben nog steeds bij de onderzee, maar we zijn bijna op het einde weer. Bij het begin eigenlijk. Het einde, begin, weet ik veel. Maar ik ben nu toch aan het safe set. Ik kan altijd meer winnen, dus safe set all the way, denk ik. Sowieso de hele heen en weer, heen en terug was ik al aan het safe staten. Uiteindelijk. Yes, ik heb het gehaald. Virtuele high five? Ik heb echt zin om Totally Spice te kijken hierdoor. Wow, wat een moeilijke missie. Vind de bon. Eindelijk weer tenminste een 2D platform level. Die zijn nog wel grappig. Au, een stempot. Roetje? Wat? Ik ga je voortaan. Als ik iedere keer een Stefan noem, dan mag je van mij 1 subscriber bij. Hoe ga je dat fixen? Die 400 nog eens subs. Ah, is allemaal mijn account. Net zoals met het CSI YouTube. Ik dacht al, dat is best wel lava, daar ga je best wel dood aan. Oké, waar is die cupbom? Heb je nog tips voor me? Gast, je hebt het uitgespeeld, geef me tips. Nu. Waar ben je? Ik ben de bom aan het zoeken. Ik zei gewoon nee. Ik zei gewoon nee, hè. Je moet gewoon zo snel mogelijk... Ik heb een hele grote bom gevonden. Ja, precies. Maar dat helpt je verder het level in. Ah, godverdomme zeg. Vind je dat normaal? Vind jij, Ruud, Flowhill, dat normaal? Ja. Hoe spreek je achternaam eigenlijk uit? Is het Ruud? Hoe weet je mijn achternaam? Of Flowhill? Flowhill. 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 Ja. Best wel zieke achternaam. Hè? Had ik maar zo'n mooie achternaam. Hé, ik sta in de lava, dat doet Aoi. Fucking baas. Maak eens tomatensoep, dus hoort er maar geen Aoi te doen. Does it make sense at all? Je moet eens een grote penis zoeken. Hé, daar is hij. Komt als geroepen. Heb je gevonden? Heb je die deel? Tweede deel alweer, man. En ik wou het hartje pakken, maar toen zag ik, oh wacht. Daar is dan een lasers boven, dus het is niet slim om te doen. Ja, zijn die torpedo's ook echt checkpoints? Die grote dingen, die grote dildo's. Volgens mij wel. Wat heb ik daar nou weer aan? Wat is dan nog even kut hints, tips? Auw. Oh. Ik weet niet. Nou goed, ik feliciteer je wel met de derde plek, man, van de Let's Race. Yeah! Denk je dat ik binnen 9 minuten nog gaan uitspelen? De winnaar? Sowieso, hè. Je hebt wel van iedereen het legit gespeeld, volgens mij. Ja, en ik heb voor mij van iedereen het minst legit gespeeld. Ja, maar ik ben Kees laatste dan? Geworden. Hoe kon Kees het zo snel halen? Kees had hij echt niet gehoeven. Weet niet. Kut. Dood. Ik geloof er niks aan, anders kon hij nooit zo snel halen. Steven is wel zo'n hond die echt al 20 keer geoefend heeft gewoon. Weet je wat ik straks ga doen? Ik ga de beta van Terra spelen, denk ik. Omdat het vet is. Dus mensen die dit nu kijken, twee maanden geleden, ging Ruud de beta van Terra spelen. Heeft Ruud Terra gespeeld? Ja, maar over 2 maanden is hij al uit. Nou, heeft Ruud ook de normale Terra gespeeld waarschijnlijk. Ja, maar dan moet je hem kopen, dat is duur. Shit, man. Ja, jouw leven is echt een hel, man. Zo. Ik moet wel even finishen, gewoon voor de eer, weet je. Om eigen... Maar het springen is echt heel raar. Ze springt normaal heel normaal en dan... Ze springt normaal heel normaal, dat klinkt best logisch. Maar dan opeens springt ze echt 50.000 meter vooruit. En dan val ik in de lava, dat vind ik niet zo leuk. Fucking balen. Ik weet niet hoe je seks kan hebben met balen, maar... Hartje! Mijn mannelijkheid wordt teruggewonnen door het pakken van hartjes. Hoe herstel je het makkelijk je eer? Ja, hartjes. Leggy. Ik ben nu Albert Jan zijn quote aan het lezen. Van Albert Jan. Wie de fuck is Albert Jan? Van de Gaming Dutchman. Oh, wie is dat nou weer? Wat is de Gaming Dutchman? Wat is dat nou weer voor raar YouTube kanaal? Hé, ik heb 3 minuten. Rennen jongens. Hij zegt dat de Jehova's weer aan de deur zijn geweest. Ik ben nog best wel goed hierin hoor. Het zou je verbazen jongen. Ai, auw, laser, mijn gevoelens. Ik haat het als lasers mijn gevoelens kwetsen, man. Ik ga het niet kunnen. Auw, mijn gevoelens extra large. Dat is toch echt helemaal nergens op. Mijn gevoelens extra large. Extra large? Extra large Ja, gevoelens. Die heb ik. Ja, doe mij maar een McFlurry en een doe maar een dubbele hamburger en een extra large gevoelens.
Nou ja. Zeg, moet dat nou... Moet dat nou zo... Moet het zo. Toto. Nee man, ben je er al? Dat omhoog klimmen met die laserdingen, dat is kut. Dat is gewoon kut. Ja, is gewoon poep. Ja, ga lekker de hele facility in laten storten. Jemig, Jerry, ben jij nou weer douchebag? Echt, je helpt niet ofzo. Ja. Ik ga zelf me plegen. Ik heb niet het echt hoor, alleen even Alice moet gewoon even dood. Voordat mensen me weer te serieus nemen en zo. Waar dat ben ik dan moet escapen nog steeds. Ja, dat is in 3 minuten staat heel leuk. Zo van over 3 minuten ga je dood. Oh ja. Ja, 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 ja. Nou, vind ik niet zo leuk. Ik vind het idee dat ik over enkele minuten dood ga niet zo aangenaam, zeg maar. Zo'n biertje. Vind je niet zo leuk? Nee. Hatje. Zou een beetje gestrest ook kunnen raken. Beetje zenuwachtig. Zweterige pampies. Daarom zweet ik zo. Mhm. Geheim. Waarom zweet ik zo veel? Uh-huh. Ja, hij gaat over enkele seconden dood. Seconden dood. En hij saved het onder 5 seconden. Hey, ik heb een bloemetje gevonden. Ik kan nog weg met de meeste bloemetjes. Yay. In. Stefan zou het erbij moeten editen hoeveel bloemetjes iedereen heeft. Dan ben ik alsnog, zeg maar. Moet hij alles gaan checken? Ja. Hij moet sowieso alles checken, want echt helemaal alles moet gesinkt worden, anders word ik boos. Anders mag Ruud nooit meer een roze woensdag. Waarom? Ruud en Stefan. Nou haal ik... Normaal is altijd Stefan, Ruud en nou is Ruud Stefan. Wat? Seems legit. Seems taco. Wat zeggen ze? Sexy Dexy. Dat is grappig, mijn hond heet Dex. Yo, snap je? Showa. Nee, je snapt het niet. Echt? Heb jij een hond? Ik ben jij een hond? Ben je een hond? Wil een hond. Nee. Hey, ik heb een grote dildo gevonden. Ja. Laat ik hem gaan hacken. Oh, het kan ook nog. For real. Het hoort gewoon zo. Nou, ik ben echt awesome dan. In dat geval ben ik awesome. Ik ben al pittig awesome, maar in dit geval... Fucking awesome. Ben jij super awesome. Superman, super Rick, zuig maar niet. Want aan deze zijn is dik. Zo groot dat je pijn in je oog krijgt. Pijn in je oog? Ja. Yes, ik heb het gehaald. Woo! Nee, ik moet nog die baas doen, denk. Oh ja, kut. De armored rover protect us against the radiation. You can jump by pressing A and crouch by... Ja, dat is ook echt van die gesprekken die je in real life hebt. Zo van, ja, de armored robot kan ons verdedigen. Je moet gewoon op A drukken. En dan zo van, oké. Okay. Hé, hey, mijn PlayStation staat er weer 2 dagen non-stop aan. Ja, ja, ja. Tre interessant. Tre... En fuck, je bent in een robotpark. Dat zegt alles. Awesome. Heb je een... Ik sta nu voor een robot, alleen ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik stel je een vraag. Wat moet ik doen tegen die robot? Ik snap het niet. Welke robot? Ja, ik zit in dat rare stralingspak. Oh ja, 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 oh ja, oh ja, ja. Je moet die kogeltjes ontwijken en op een gegeven moment krijg je van die volleybaltjes die je op hen moet schieten. Maar je moet niet die glimmende volleybals pakken. Oh, dat ontwijken is nog best wel moeilijk. Ik ben aan het doodgaan namelijk. Ja, wat moet je met die volleybals doen? Pak je die op? Tegen hen aan. Ik heb hem gerold. Gewoon op B drukken. Oké, okay, ik ben dood. Ik wist ook eens niet dat ik moest bukken voor die kogels, dus ja, dat gaat al kut, aardig mis. Volgens mij kan het beter eerst een boterham smeren. Ik val echt hard, ik buk als ik moet springen en ik spring als ik moet bukken. Ja. Wat de... Oh ja, ze glimmen dan gaan ze al ontploffen, ja, I get it. For reals, for real. Man. Is dit de eindbaas? Ik ben nu bij die balletjes. Oh nee. Dan komt er nog een level achteraan. Maar hoe schiet dat balletje weg? Lukt niet. Dat weet je wel. Nee, je hebt het net gedaan. Oh ja, B. Ik ben ook wat anders aan het doen, dus ik zeg het. Met Terra aan het spelen, zeker? Nee, nog niet. Kut homo. Sterf. Ik heb niks tegen homo's, ik heb wel tegen kut homo's. Ik ga weer. Blijf. Blij, want anders ben ik zo alleen. Maar ik heb honger. Ja, eten halen, dikke. Nou, hier wel. Yep. Echt. True story. Ik heb gewoon allemaal hartjes nog, ik ben echt awesome. Je bent echt fucking goed, jij. Dit is echt de meest droge bos ooit. Kut. Ja, man. For real? Ja, die is echt... Hij heeft gewoon 2 lasertjes, hij schiet ze nooit allebei tegelijk. Nee. Oké, dan gaat je eerst wel even een quick stage maken. Ja, doe maar. Oh fuck, nou gaat mijn reactievermogen heel erg omlaag. Vind ik leuk. Echt belachelijk dat we gewoon een uur lang hebben gedaan. De tijd staat nu op 2 uur, ik ben nog bezig.
Ja. Ja. Ze hebben het gewoon in een half uur gedaan. Of in een uur. Dat is misschien waar. Oh, nog achter een balletje ook. Ja. Kan hij nog 5 hartjes? Zal ik die kans allemaal niet? Sowieso dat jij geowned wordt. Get pwned. Balletje. Ja. Wat is dit nou voor een rare hentai, man? F1. Oh, F5. Wat de... F1. Niet. F1, please. Ik heb die onderste schieting van mij kapot gemaakt. Ze hoeven alleen maar te bukken de hele tijd. Ja. Ja. Komt er ook uit, dus ik neem aan dat die kapot is. Ontploffing. Kut. Die laser boven mijn hoofd is fucking irritant. Echt, ja, daar kun je niet veel tegen doen, behalve aids krijgen van. Van, krijg maar even lekker aids? Man, mag ik aids? Nee, dat mag niet. Gaan we even gezellig met je broertje spelen, wou ik zeggen. Oké, deze basis, zie je episch. Duidelijk. Godverdomme. Nou, Rick. Taal. Let op je mentaal taal, jongen. Mentaal is goed. Ik zei niet eens overnieuw of zo. We hebben een publiek van gemiddeld 12 jaar, dus dan moet je rustig aandoen. Nice. Nice. Ja. Nee. Ik ben weer aan het doodgaan. Verdomme. Dit spel is echt moeilijk, hè. Het enige wat ik moet doen is stilstaan en bukken. Alleen dat kan ik niet. Oh mijn god. Wat heeft je god nou weer gedaan? Mijn god is altijd lief voor me. Niet alleen jouw god, zou Stefan zeggen. En dan zeg ik, wat sport je nou met Allah? Dat is niet eens grappig. Wat? Oh, het is heel grappig. Ik moest helemaal mijn lach inhouden en zo. Het was zo grappig dat ik mijn lach in moest houden. Toen uiteindelijk moest ik niet lachen. Nou, ik zeg het altijd. Hoe legit vind je die? Vind je die? Oké, ik heb nu nog 2 hartjes, dat vind ik wel een safe state. Waar dat? Ik heb gewoon F2 gesafe state. Veel beter. Wat? Iemands moeder op de kinderboerderij. McDonald's. Pari pizza hut. McDonald's. Ja, dat was toch ook zo'n liedje? Pizza hut. Kentucky Fried Chicken en de pizza hut. De pizza hut. Kentucky Fried Chicken. En ik ging net al. Ik was net aan het winnen. Het laatste balletje lag bij zijn voeten. En toen ging ik nog even dood, weet je wel. Herkenbaar tweet? Heel herkenbaar. Ik herken het. Wij zijn 1. Ik ga net zo lang F2 laten tot het goed gaat in één keer. Ja. For real? Echt? Dat is kut, dus ik moet altijd opzij lopen en die laser ontwijken tegelijkertijd, zo'n beetje. Paddo's. Gehaald. Gewonnen. Lesbische knuffel. Are you for real? Yes, nu nog de laatste dinges, denk. Terrence rent weg. Sam, no. Stop Terrence. Seems legit. Oh, ik mag vliegen. Ik ben een meeuw. Ik had dus gisteren, in een video zei ik zo, ben een meeuw. Komt iemand, nee Rick, je bent geen meeuw, je bent Mario. Dat vond ik echt de ergste spelbreker ooit. Ja, echt hè. Oh, wat een klootzak. Het was wel een vrouwelijke kijkerklootzak. Haha, ik heb vrouwelijke kijkers 33%. Of was het roze Mabel? Heb jij vrouwelijke kijkers? Ja, roze Mabel. Ja, dat is mijn vrouwelijke kijker. Maar die comment soms een beetje lugubere dingen op mijn video's. Die comment een keer, je lijkt op mijn vriendje. Wat zegt ze dan? Wat? En mijn vriendje heet ook Rick, of zoiets. Ik ben denk ik de vriendje. Ze probeert ons op een rare manier te koppelen. Je lijkt op mijn vriendje, want je bent mijn vriendje. Oh, ja. Zoiets. Oh, wat lief. En nu heb je verkeerd met haar. Zo begon het allemaal. Ik ben hier slecht in. Ik heb het nog nooit gezien. Het is niet eens zo heel moeilijk, en toch ben ik er slecht in. Dat is het hele spel ook zo'n beetje. Niet moeilijk, en toch zijn we er slecht in.
Wij doen te veel ons best en daardoor zijn we er slecht in. Stamming. Ik vind het best wel legit, ja, antwoord daarop. Wat bedoel ik? Ik kan maar één ding tegelijk doen, ik ben geen vrouw. Dus kijk, dat is ook het hele idee van Totally Spies. Ze kunnen meerdere dingen tegelijk doen, het zijn vrouwen. In dit spel moet je vaak op twee dingen tegelijk letten. Ja, daar ben ik slecht in. Hij vooral moet letten, is niet in het midden van het scherm zijn in dit geval, want daar zit die kutrobot. Ben je al, mag je al... Ik ben nu dat skyjump level aan het doen, ja? Dacht ik al. Dat is het laatste level. Hoopte ik eigenlijk al. En dan hebben we Terrence naar de onderwereld gebracht. Nice. Ik heb op dit moment niet echt een doel, ik ben gewoon aan het vallen. Oh, grab hem. L links, B links, naar beneden. Is hij dood? Ik heb Terrence te pakken. Ja, dat moet je nog vier keer doen. Ik heb hem nu te pakken. Terrence zit in de gevangenis, bitch. Je moet het nog vier keer. Ja. Serieus? Nu denk ik is het Gary. Jerry. Maar dan is het toch weer Terrence. Of toch niet? Ik ga nu naar het menu, want ik heb nog bonussen te pakken. Ben je eigenlijk nog aan het recorden, ja toch? Echt? Ben je nog aan het recorden? Ja, anders heb je audio. Ja, precies. Ik was even aan het checken. Even door de, eventjes quickspeeden door de ondertiteling, door de aftiteling. Ik ga soms, ga ik altijd de namen voorlezen van Anton Safnua, Paul Machel. Je hebt hem gewoon uitgespeeld. Ja man. Je hebt hem uitgespeeld, gek. Fuck yeah. Vet goed voor jou. Ik ben trots op jou. Woehoe. Ik hoop dat deel 2 nog beter is. Ik gok dat ze betere graphics hebben. Een beetje. Wordt gewoon lijp shit. Drie pixels meer. Drie pixels. Ik moet eventjes aan Steven doorgeven dat we halverwege de video ergens gepasseerd hebben. Dat hij daar maar even naar moet kijken. Ja, maar dat maakt toch niet uit, want de video loopt gewoon door. Maar toen we naar de wc gingen. De video loopt gewoon door. Ja. Toen heb ik de pauze. Oh, ik wel. Het ding niet gepauzeerd. Ja, ik dacht dat het idee was. Nee, ik had gewoon het spel op pauze gezet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Oh. Dus dan moet Steven ook nog even zinken. Serieus? Even kijken, ik ga naar mijn gallery. Ik heb secrets vrijgespeeld. Hij gaat het moeilijk krijgen. Hier, secret zone. Visit totallyspice.com, enter your password and get your surprise. Zullen we dat gewoon gaan filmen? Dat gaan we doen. Oké, hier. Hier, Ruud, ben je er nog? Wees niet zo stil. Oké, we gaan naar totallyspice.com. Ik krijg een sms van Stefan. Ik ga naar totallyspice.com, jongens. Dan gaan we onze codes invullen. Oké, eerste code. Ja, wacht, ik ga die codes invullen die ik in het spel heb gekregen. Even kijken. Hier, ik heb H1R4N heb ik gewonnen. Even kijken. Waar de fuck zou je het ooit moeten doen? Ik heb die Ja, waar de fuck moet ik ooit dat paswoord invullen? Weet je zo niet? Nee, niet. Wil je scherm even? Ah, wil je scherm even? Dan even een mooi einde aan de serie maken, zeg maar. Dan beeldscherm 1, maar daar zijn we met recorden. Kijk, Ruud. Hier, dit zijn mijn codes. Heren 4N. Ik heb gewoon 4 van de 6 secrets gevonden, bitch. Oké, maar nu moet ik eens kijken waar die code in moet vullen. Fashion agents. Zo, waar de fuck zou ik die code in moeten vullen? Subscribe, login. Kijk, bij subscribe kijkt hij heel boos, maar bij login. Het is blij. Woehoe. Maar win ik echt heel veel shit gewoon. Het is wel zeker 10 jaar oud of zo. Ik denk niet dat ze die codes nog steeds hebben, maar ik hoop maar voor ze. Anders komt er een rechtszaak aan hoor. Hier, Total Pinball Party. Ik denk dat je. Dat gaan we zeker doen. Oh spelen. Yeah! Fullscreenen. Video's, ja dat wil ik. Waar de fuck zou ik ooit met... Français! Clover! Oké, daar komt het dan. Geen idee wat dit is. Saai. Oké, waar gaan we op spelen? Totally Spies. Wat? Totally Spies, dan maar 71% van de stemmen, doen? Bitches. Ja, ik denk dat we hier maar de letters afkappen, denk ik. Stefan, Ruud. Stefan, Ruud. Ik denk het ook. Stefan, Ruud. Bedankt jullie voor het kijken. En dan, waarschijnlijk zien we bij Totally Spies 2. En ik was lekker derde. Oh, ik heb je geowned. Ja, ik en dan zou ik derde. Zeggen, geniet van je roze woensdag. Yes. Dank je, man. Jij ook. Want ik heb gewonnen.
Oké, okay, ja, dan mag Steven het allemaal gaan monteren, wat echt een drolletje Lata. En dan, wat? Gaan we ophangen? Hallo? Wie? Ja. Gaan nou, dan bedankt jullie voor het kijken en tot volgende roze woensdag, waarin we waarschijnlijk een nieuw spel gaan let's racen. Yes. Yes. Kid later. Doei!